dit boekje staan de kinderen waar het eigenlijk allemaal om draait. En waar ik het allemaal voor gedaan heb. En ja, dat boekje begint met mijn eigen dochter Jolie. Kinderen die levenloos geboren zijn, zij vertegenwoordigen alle kinderen waar de wetswijziging eigenlijk om draait. Dat is dat ze straks genoemd mogen worden. Ze zeggen dat je natuurlijk moet bevallen, dat dat beter is voor je verwerking. Dat kan ik achteraf ook alleen maar beamen. Want ja, ze heeft het verdiend om op deze manier op de wereld gezet te worden. We hebben daarna nog een zoontje Noah gekregen in 2009. En toen ging ik daar een paspoort voor aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. En toen zei de dame achter het loket dat ik één kind had. En dat snapte ik niet. Toen zei ik, nee, dat kan niet kloppen, want ik heb er twee. Ik ben twee keer bevallen. ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Dus, nee, zegt ze, er staat er echt maar één in het systeem. Dat is degene waar u nu een paspoort voor komt halen. En nou ja, toen zei ik, oké, onze eerste dochter is dood ter wereld gekomen. Kan het daarmee te maken hebben? Ja, en toen was de reactie, oh ja, nee, dat klopt. Ja, die worden niet geregistreerd. Die worden niet opgenomen in het systeem. Nou, het voelde als een extra klap in mijn gezicht. Je kindje mocht al niet hier blijven op aarde. Hè? Je moest het begraven. En vervolgens wordt daar aan een balie in een gemeentehuis gewoon gezegd, ja, dat ze niet in het systeem staat. En dat voelde als een enorme ontkenning van haar bestaan. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd alle fracties, daartegen geen enkele fractie, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Ja, toen alle Kamerleden gingen staan, toen dacht ik, wauw, ze gaan allemaal staan. Er blijft niemand zitten. Dat raakte me heel erg. Voor mij verandert het dat ik niet de geschiedenis inga als moeder van twee, maar als moeder van drie. En als ik inlog op mijnoverheid.nl, dat ik daar alle drie mijn kinderen genoemd zie, met naam. En niet maar twee, zoals nu.